Ik ben Leonieke en ik werk bij de VPRO als projectleider digitaal. En daar maak ik websites voor programma's en bedenk ik leuke dingen, nieuwe dingen en zorg ik ook dat ze er komen. Bij de VPRO hebben we al wat experimenten gedaan met het tweede scherm. Dus dat is een term voor de iPad die op je schoot ligt terwijl je televisie kijkt of radio luistert. Of, ja, media tot je neemt en wat je daarmee zou kunnen doen. En wat je als omroep ook kan met het feit dat mensen steeds versnipperder, meer versnipperd media tot zich nemen. Dus ze kijken wel naar je programma misschien, maar misschien staat het wel op als behang. Of misschien is het wel, zitten ze tegelijkertijd te twitteren of zijn ze tegelijkertijd op een iPad mailtje aan het checken. En misschien staat er ook nog wel iemand in de keuken iets te roepen. En nou ja, je bent heel versnipperd eigenlijk media aan het gebruiken. En wat moet je daarmee als omroep? Dat is eigenlijk de globale case. En heel specifiek, we hebben net een test gedaan bij Zomergasten. Dat is een programma waarin één iemand 3 uur de tijd krijgt om over zijn leven te vertellen, maar ook aan de hand van fragmenten. En we hebben daar een iPad applicatie voor gemaakt, of een site voor gemaakt, waarbij je dus al wat verdieping hebt, maar of we dat specifieker konden maken voor Zomergasten. Dus dat was de vraag die ik had voorgelegd aan de Hot 100. Ja, wat ik mee ga nemen is dat we een soort handboek hebben gemaakt voor programmamakers. En dat is ook wat ik in mijn dagelijks werk doe, van met programmamakers gaan zitten en bedenken hoe we hun programma-idee kunnen vertalen naar verschillende digitale, maar ook televisie en ook radio, en hoe we daar tot één geheel van kunnen maken. En ja, we hebben daar nu een soort handboek voor gemaakt van hoe creëer ik een ervaring voor een gebruiker en hoe kan je zoveel mogelijk betrokkenheid, ook al is die versplinterd bezig met en op de telefoon en op de iPad en op misschien op de televisie, hoe kan je daar één soort totaal verhaal van maken, zodat zo'n bezoeker echt het idee heeft van ja, ik heb net iets leuks gezien en ik weet er alles van en ik heb de meeste eruit gehaald waar ik zin in had of behoefte aan had. En, ja, dus dat is wel heel waardevol.